Na een weekje nagenieten na de eerste competitiezege van het seizoen trok Isham richting FC Dender. De ziekenboeg bij Isham een hoekje stil aan te leeg. De onzekere, de degere SP klaar, waardoor trainer De Kenne met dezelfde elf aan de wedstrijd kan beginnen. Deze kwam maar zeer traag op gang. We noteerden maar twee gevaarlijke fases in de eerste 20 minuten. Het was eerst Dender, gevolgd door een voorzet van Isham. Gombami brengt de bal voor, maar Kogge reageert te verrast. Halfweg de eerste helft neemt Isham iets meer balbezit. Olivier mist zijn voorzet na een goede combinatie. Na een verre bal van de degere mist het schot van de verstraalde kracht. In het laatste deel van de eerste helft is het Dender die het voortouw neemt. Het dwingt Avon tot een redding, maar in de rebound hinderen twee spelers elkaar. Dender dringt nu iets meer aan, maar het wordt afgevlacht voor buitenspel. Ook na topoverleg voor de Denderse bank zien we weinig verandering. Er volgt nog wel een shot waar de degere zich kan voorwerpen. En na een goede actie op de flank mist de afwerking opnieuw de juiste richting. Het was zoeken de eerste helft naar echte kansen. Het laatste wapenfeit is een lage schuiver van den Broeke. In het begin van de tweede helft is het Dender die meteen gevaarlijk is. Maar na een vijftal minuten spelen wijst de scheidsrechter naar de stip voor een fout op de degere. De Denderse aanhang reageert ontevreden. Nochtans, op de herhaling zien we wel degelijk een elleboog in de rug van de degere. Voor de topschutter uit derde klasse, Tom Kogge, is het omzetten van een strafschop tegenwoordig een koud kunstje. Dender reageert meteen en er volgt een schot over naar Harwar voordoen. Verkouter speelt Kogge aan in de 16, die ook wordt neergeduwd, maar nu wijst de scheidsrechter niet naar de stip. Fijs probeert het via een vrije trap en Isham kan pech wanneer het Van Doornen ziet uitvallen. Onze rood-zwarten denken nu enkel nog aan het verdedigen van de krappe voorsprong. De bal komt nu steeds meer in de 16, maar het slotoffensief van Dender kent geen succes. Nog een drietal minuten bibberen in blessuretijd. Een fout na een hoekschop op Vonk. En de opluchting bij Isham is groot na het laatste fluitsignaal. Isham behaalt een 6-6, waardoor het van de degradatieplaatsen verdwijnt. Trainer Frankie De Kenne, het is een vuilbevochten 0-1 zijn geworden voor Isham op het veld vandaag. Klopt, ik denk we zijn er hier gekomen om te winnen. Uiteraard als je hier 0-0 speelt, dan ziet aan de rust hoe we aan het voetballen waren en hoe zij aan het voetballen waren. Het waren gewoon twee ploegen die een beetje bang waren van elkaar. En dan de tweede helft krijg je, kun je het alleen maken op een penalty die Tom terecht schitterend binnentrapt. En dan is het pompen of verzuipen. Dan is het alle hens aan dek. Zij die beginnen man op man te spelen achterin. En goed, wij hebben de 0 teruggehouden. Dat is twee keer na elkaar dat we de 0 houden. Dat we nu 6 punten pakken. Dus dat is vooral belangrijk. Het hoefde voor mij vandaag niet mooi te zijn, maar je moest winnen. Ja, Isham kreeg misschien iets te veel met de 3 punten. Maar niettemin, de 6-6 brengt ons terug bij de mensen. Klopt. Ik denk dat we al heel veel wedstrijden te weinig gekregen hebben. En dat je nu vandaag kun je zeggen, ze verdienen misschien wel een gelijkspel. Klopt, ik ben er heel eerlijk. Maar goed, dat is nu in ons voordeel. En ik zeg altijd, geluk moet je afdwingen. En nu begint het geluk een klein beetje aan ons zijde te komen. Wat we in de eerste 5 wedstrijden niet aan ons zijde hadden.
Ja, we hebben 2 maanden na elkaar, dan moet de ploeg iets meer vertrouwen hebben. Dit geeft een boost, maar vandaag zie je ook Oudenaar de Deinze 2-2. Dus wij hebben die achtergrond volgens tegen elkaar. Wij moeten tegen Oudenaar en dan tegen Deinze. Dus dit worden 2 heel moeilijke wedstrijden tegen de toppers van vorig seizoen. Dus laten we hopen dat we daar nog iets kunnen meegraaien. En dan zijn we misschien mee, ik ga niet zeggen voor de middenmoot, maar toch van de degradatie zorgen we. We gaan wel van Doorn uitvallen. Van Doorn valt eruit. Hij heeft een serieuze tik gekregen op zijn voet. Dus laat ons hopen dat dat niet te erg is. Tegen Oudenaarde moeten wij ook al Frederik Olivier missen met zijn derde gele kaart. Of met zijn rode kaart. Dus ja, we mogen niet te veel spelers missen. Dat is heel belangrijk. Maar goed, ik heb vandaag een Matthijs de Prezi in invallen die heel sterk is ingevallen. Dat is ook heel belangrijk. Dank u wel, professor. Dank u. Dank voor het kijken en graag tot een volgende KFCI TV.